Wat een verrassing is dit vanavond. Ja, inderdaad. Ja, Justin, Robin en ik zijn alle drie lid bij de club hier. En ja, we zijn niet zo heel vaak meer, maar ja, het blijft toch ons clubje. Dus ja, over een aantal weken is een wereldbekerwedstrijd op Papendal. En ja, dat is ja, het hoogste niveau in onze sport. Dus ja, vond Papendal leuk om iets terug te doen ja, voor de kids van onze club. Dus mochten we 20 vrije kaarten voor de wedstrijd weggeven. Dus nu is het aan de club wie ze krijgt. Maar ja, toch leuk om iets terug te kunnen doen. Ze waren enthousiast hier. Ja, zeker. En we konden net ook even met de kids fietsen. En die zien ons natuurlijk niet zo heel vaak in het echt. Het is wel leuk om dan zoveel enthousiaste kids te zien. Maar hoe gaat het met jullie? Nou goed, het seizoen is net begonnen. En ja, het seizoen is goed begonnen. Tot nu toe heb ik dit jaar alles nog gewonnen. En ik hoop ook de komende tijd zo door te kunnen gaan. En in mei zijn jullie erbij, hè? Ja, in mei is dus Wereldbeker op Papendal. En ja, die staat al rood omcirkeld in de agenda. Er zijn natuurlijk veel meer mooie wedstrijden, maar voor eigen publiek is het natuurlijk wel het mooist.